allemaal. Hij lekt. Lekker, hè? Ja, mooi zo. Hij lekt helemaal. Ja, goed zo. En nu weer dat touw vastpakken. Ja, daar. Zit een uitstopping. En nu ben je bij de... Lopen onderbroeken. Nu ben je bij de palen dingen. Nee, iets naar bij de palen. Ja, en dan... Achtergrond ziet het laatste onderdeel van de sportdag. Van het eerste volledige dag... Misschien de tweede dag van het tienerkamp. We hebben een hele dag ondernomen met allerlei sportonderdelen. Het is prachtig weer. En het laatste onderdeel, nou, het is een beetje hilarisch met flippers en water op het hoofd. Yoghurtwater. Dus allemaal heel vies. En iedereen is aan het bijkomen van een worstelpartij die we gehad hebben op het veld. Maar ik hoor graag van de jongeren zelf, wat ze ervan gevonden hebben, wat we gedaan hebben. Wat hebben we allemaal gedaan met sportdag? Heel veel. Jordi. Wat hebben we vandaag gedaan? Eigen gevecht. Heb je gewonnen? Oké, hartstikke goed. Wat hebben we gedaan? Nou, we hebben veel rare dingen gedaan. Doe eens één raar ding. Het raarste? Ja, wat was het raarste wat je gedaan hebt? Ik denk dat we het nog gaan doen, wat er nu bezig is. Oké, dat is het raarste wat je ooit gedaan hebt. Ja, van ieder geval vandaag. Ja, vandaag. Ja, wat hebben we nog meer gedaan vandaag? Nou, we hebben geworsteld in een mooie combinatie van zeep, yoghurt en eieren. Eieren, dat is altijd heel, lijkt me heel leuk om te worstelen met eieren. Een zeep. Wat is het dan? Je hebt een... We hebben een twister gedaan, hè? Ja. En een premier hebben we. Gregorio? Die krattenrace hebben we gehad. Ja. Eieren slaan. Eieren slaan en met die hoofd en die tennisbal. Oké, ja, dus met een pentikous op en tennisbal. Ja, dus, bierfles op. Ja. Heb je gewonnen? Nee. Ja, jullie wel, ja. Maar het was echt raar. Ja. Een raar speel allemaal, hè? Ja, dat is ook allemaal voorbereiding voor de dag van morgen natuurlijk, want dan wordt het veel raarder. Want dan gaan we de trektocht houden. Maar vooralsnog houden we het hierbij, met deze hele vreemde hindernisbaan. Met flippers, en zodat een kruiwagenrace en een zeephalling. Nou, dat lijkt mij ontzettend leuk. Vooral als leiding, als je staat toe te kijken.